Dat je echt kinderen bevraagt op hun mening en ze daarbij ook wel een vorm van verantwoordelijkheid meegeeft, omdat wij ook wel echt de intentie hebben om iets te gaan doen met hun mening en met hun feedback. Wat ik leuk vind om te zien is dat kinderen ook wel echt serieus meedenken en nadenken over wat ze kunnen antwoorden en hoe ze de school kunnen verbeteren. Maar dat ze daarbij ook al meenemen wat ze al wel fijn vinden. Dus je krijgt een heel divers antwoord van de leerlingen. Ik vond het eigenlijk heel bijzonder, want ik had nog nooit zoiets in deze opstelling meegemaakt. En ik heb ook nog nooit eerder gezien dat leerlingen zoveel ruimte krijgen om eigenlijk te zeggen wat ze vinden en wat ze verbeterd willen hebben. Het is natuurlijk heel leuk als je positief werd genoemd. Dat was bij mij door de theaterlessen ook wel aan de orde. Dus ja, dat raakt me dan wel. Daar raak ik wel geëmotioneerd door dat ze dat zo leuk vinden. Maar ja, als iemand dan zegt van ik mocht met juf Lisanne toen niet samenwerken, dan denk ik, snap je? Dat ze daar dan nog zo mee bezig zijn. Terwijl voor mij was het gewoon, nee, nu even niet. Dus dat, ik merk wel dat ik dat spannend vind. Wat ik persoonlijk heel leuk vond, was het idee van muzieklessen op school, waarin kinderen ook een muziekinstrument gaan leren spelen. Het staat op de agenda. Ja, absoluut. Ja, het is ontzettend waardevol wat je terugkrijgt. Ja, ik denk wel dat je leerlingen echt een kans geeft om hun mening te geven. En dat ze zich ook heel speciaal voelen als er ook echt wat mee wordt gedaan. Dus zeker.